Hoi, en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik een beetje een speciale video voor jullie. Ik heb namelijk een nieuwe opslagruimte, wat betekent dat ik meer ruimte heb voor jullie om groter aanbod aan bloemschikmaterialen aan te bieden. Groter voorraad DIY-pakketten, omdat ze best wel snel gaan de laatste tijd. Maar dat betekent ook dat er een hele grote voorjaarssale komt. Want het is natuurlijk fijn om dan helemaal fris en fruitig te beginnen. Dus ik ga heel veel, dit wordt misschien wel de allergrootste sale ooit. Ik ga overal even goed doorheen. En ik denk, in deze video vind ik het wel leuk om wat leuke ideetjes te laten zien met die sale. Wat je er dan mee kan maken. Het is echt van alles. Frames, ondergronden, kaarsen, waxines, van alles. Echt woondecoratie, bloemschikmateriaal. Ik weet niet of ik het allemaal heb genoemd. Maar in ieder geval, er is heel veel sale. Het geldt wel op is op, want er zullen ook wel veel restanten tussen zitten waar nog enkele stuks van zijn. Dus het is wel wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Het zal dit keer wat sneller uitverkocht zijn dan normaal, want de prijzen zijn tot 80% korting. Nou ja, dat is natuurlijk een koopje. Dus ja, ik zou zeggen, kijk gewoon gezellig mee. Ik ga jullie wat inspiratie laten zien. Ik ga jullie wat dingen uit de sale laten zien. Wil je de sale shoppen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je de sale kan vinden. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Dan vind je het ook onder het kopje sale. En dan zou ik zeggen, heel veel shopplezier en geniet ervan. Ik kan natuurlijk met heel veel ondergronden aan de slag, maar ik ga laat gewoon wat voorbeeldjes zien. Bijvoorbeeld deze. Nou, je kan er een mooie waxina weer op zetten. Leuk om er eventueel nu een wit of blauw druifje of een nassusje in te doen. Echt voorjaar. Ik doe er vaak nog even iets tilantia of mosterd erbij omheen. Ik heb mooie houtstronken, daar vind ik er wel leuk bij. En een mooi glaasje van Riverdale. Is ook echt wel een beetje voorjaars, zomersachtig. En dan kan je er bijvoorbeeld een beetje mos mee in doen. Dat kan je natuurlijk gewoon altijd standaard vinden in onze webshop. En je kan het natuurlijk naar elk seizoen ook weer aanpassen. Maar dit kan je heel lang laten staan. Een heel mooi gevuld dienblad. Eventueel kan je op deze schaal ook nog leuk zo'n kip of haan doen. Die waren uitverkocht, maar zijn op het laatste moment toch nog weer aangevuld. En die waren iets later binnengekomen dan gepland. Maar dat geeft niet, want dat is alleen maar leuk voor de sale. Kijk hoe mooi voorjaarsblad je dan hebt. Ja, en allemaal in de opruiming, dus dat is natuurlijk heel erg leuk. Deze zijn ook heel leuk te combineren met die terracotta kleurtjes. En dat is bijvoorbeeld ook weer mooi. Op dit mooie dienblad, die ook in de opruiming is. Die blaadjes er weer bij tussen. Kijk, het zijn allemaal producten die je elk keer weer kan gebruiken. Bij elk seizoen eigenlijk, dus dat is ook alleen maar leuk. Nou, dan kan je hier een bolletje in doen of je kan eventueel de bolletjes en los omheen leggen als je denkt van ik wil op een andere manier iets meer voor je. Kan dat natuurlijk ook. Als je het kaarsje gaat aansteken, let dan wel even op dat je hem niet ergens in de buurt van het branden houdt. Dan heb ik nog een aantal losse paashazen te koop. Alleen los, niet meer als DIY pakket, maar zeg je van ik wil hem zelf opmaken. Er staan nog wel heel veel losse materialen in een webshop, zoals de gekleurde ruskers die ik heb gebruikt. Mos kan je los vinden. En er is ook heel veel decoratie wat nu in de sale staat, wat je eventueel daarvoor ook kan gebruiken. Er zijn nog wat van dit soort frames in verschillende soorten en maten. En wat ik daar bijvoorbeeld heel leuk aan vind, is als je bijvoorbeeld bolletjes hebt. Die maak je even schoon aan de onderkant. Om er dan bolletjes in te hangen. Dan heb je op een heel simpel manier een heel leuk effect. Eventueel kan je wat van het sisal of tilantia kan je om het bolletje wikkelen. Doe je er gewoon een touwtje om. Dus het touw. Misschien heb je wel mooi wol wat je eventueel ook kan gebruiken. En dan kan je hem daar op die manier leuk aan vastmaken. En dan zijn ook bijvoorbeeld deze blaadjes weer heel leuk om ertussen te doen. Eventueel een lampje. Licht snoertje om 's avonds aan te doen. Een mooie kaars bovenin. Ik heb ze dan met kaashouders, maar ook zonder. Dus dan kan je zelf kijken wat je leuk vindt.
Dit soort frames gaat heel hard. En ik heb overal niet extreem grote voorraad weer van. Dat soort frames komen wel elke keer weer binnen. Dus wordt ook wel weer aangevuld. Maar natuurlijk niet voor de ziel als wat we vandaag hebben. Die is natuurlijk extreem. Ja, dit is ook heel leuk met verschillende bolletjes. Bijvoorbeeld een nasjesje erbij. Nou, en nu laat ik maar een heel klein ding zien. Maar dit kan je natuurlijk sowieso met heel veel materialen doen door erin te hangen. Maar wat ook leuk is om aan elk seizoen aan te passen. Met de herfstpaddenstoeltjes, met de kerstballetjes. Ja, dat zijn dit soort frames gewoon heel leuk voor en heel speels. Maar nu met het voorjaar zeker. Je kan er nog wat kwarto eitjes aan toevoegen. Je kan katjes naar beneden laten hangen. Je kan er eigenlijk gewoon echt alle kanten mee op. Ik heb ook een leuke aanbieding met gekleurde katjes. Die zijn er natuurlijk ook leuk om toe te voegen. Ik zal ze even bijpakken. Kijk, dan heb je katjes in verschillende kleuren. Hè? En wat dan ook bijvoorbeeld leuk is, is om die erbij tussen te hangen. Ik kan zelfs een delen gebruiken. Kijk, doe je ook gewoon met een touwtje er zo bij tussen. Ja, je kan er gewoon echt alle kanten mee op. Dus heel erg leuk om met zo'n frame te werken. Hè? En van dit soort frames staan er verschillende soorten online waar je dit leuk kan doen. Dan neem ik jullie even mee in mijn nieuwe opslag om het in en ander te laten zien wat nog meer in de sale is. Ik kan echt niet met alles een idee geven, maar wel her en der wat inspiratie. Maar dan kunnen jullie zien wat er al nog meer allemaal in de sale is. Heel veel leuks, dus gauw die kant op. Zo, volgens mij kan ik hier wat in en ander laten zien. Zoals je ziet, genoeg ruimte. En dat is nog lang niet alles, maar ik denk hier kan ik wat in en ander laten zien wat er allemaal nog meer in de sale is. Het is flinke sale. Bijvoorbeeld dit soort... dit is gevriesdroogd mops. En die heb ik dan in deze kleur en in het felle groen. Ik raak er wat van, maar denk ook aan die zakken met sisal. Die heb ik in het groot en in het klein. In verschillende kleuren. Roze bijvoorbeeld, oranje, wit, geel. Bruin. Nou, oranje, leuk voor Koningsdag als je daar stukjes voor gaat maken, hè. Dan de LED-verlichtingbanden. En deze vind ik het hele jaar door leuk. Ook nu in deze tijd, voorjaarsbloemstukken, vind ik het heel leuk. Omdat het, ja, het is dat jute, dus dat is heel natuurlijk. En er zit dan een klein lampje in, zoals je kan zien. Nou, die kan je aandoen, hoeft niet. Maar ik vind het 's avonds wel heel erg gezellig. En dit vind ik ook heel erg mooi bij een paastaart om er omheen te doen, om het los te doen. Dus die doet ook mee met de sale. Dan vlindertjes. Nou, natuurlijk helemaal leuk nu van het voorjaar. De witte. Dit zijn heel mooi trouwens. Die gaan normaal per stuk. Maar die heb ik dan nu per doosje. En deze. Leuk het. Dat is echt mooi met veertjes. Mooi afgewerkt. Band in het groen. Nou, dat is heel tijdloos. Dat kan ook het hele jaar door. Even kijken. Ja, daar heb ik hier wel eentje van open. Dan kan je zien, het is ook heel mooi om een taart. Het is een beetje zo doorzichtig. Wel heel erg mooi. Ja, ik vind het heel mooi om een taart. Bloementaart. Hier heb ik er nog enkele van. Die doen nu mee in de sale. Van die gewakste appels. Dat is heel mooi. Ook met warme kleuren. Voor de herfst is het heel mooi. Maar ja, eigenlijk kan je het ook het hele jaar door wel gebruiken. Zo, dat is echt met zo'n mooi waxrandje. De bollen hier bovenin, zoals je kan zien. Nou ja, dat kan je niet echt goed zien. Ik zal het even. Die hebben we ooit gebruikt in een DIY en ik dacht dat ze op waren. Komt ik toch nog weer terug. Die zitten in een set van 3 en die weet ik alleen even niet qua grootte hoe dat dan precies zit. Dat zie je op de zijde en dat kan verschillende tinten kleuren hebben. Heel mooi op een teamblad bloemstuk. Wat dan ook. Dus die doen mee in de sale. Frames hebben we veel. Verstelbare frame. Ja, is ook leuk in elk soort bloemstuk. Ook in een langwerpig bloemstuk. Mooi met kaarsen. We hebben ook zo'n setje met kaarsen die erin past. Wat ook heel
leuk is. Dat zijn deze bijvoorbeeld. En het is eigenlijk allemaal best wel een nieuwe collectie. Maar ik wil gewoon even frisse winter doorheen voordat ik met verlof ga. Dus, en ik denk voor jullie is een opruiming altijd heel erg leuk. Ik hou er zelf ook van. Dus ik hoop dat jullie het goed kunnen zien met het licht. Ja, zo kan je het zien. Kijk, die zijn ook heel erg tof. Doen ook mee in de actie. Nou, die houtstronken die heb ik ook al laten zien in een stukje. Dit soort materialen. Het zijn allemaal bloemschikmaterialen die het hele jaar door kunnen. Wat gewoon ook handig is om in huis te hebben. Want je kan het met elk seizoen weer gebruiken. Dus dat is heel leuk. Deze heb ik ook al meerdere keren in DIY gebruikt. Dus dat is die. Moet ik het allemaal wel weer netjes terugleggen. Wat wordt. PTMD-ei. En ik heb nog volgens mij één setje van de PTMD-ei die heel snel is uitverkocht. Waar ik wel 100 berichtjes over krijg of die nog weer kwam. Nu kwam ik toevallig wegens een annulering nog eentje tegen. Deze is ook heel mooi. Deze heb ik zelf ook in huis. Echt heel zwaar trouwens ook. Heel mooi ei. Is nu ook in de opruiming. Dat is natuurlijk wel echt voor Pasen. We gaan de bestellingen zoveel mogelijk, zo snel mogelijk proberen te verzenden. Dus mocht je het vandaag bestellen, gaan we proberen het morgen weg te doen. Maar ik verwacht heel veel bestellingen. Maar ja, ik hoop er wel op. Goed, gaan we even naar de andere kant. Zo. Er zit trouwens nog wel een klein beetje een chaos. Want we zijn nog alles aan het indelen. Dus ja, dat moeten jullie even voor lief nemen. Heel veel verschillende soorten vaccines die het hele jaar door kunnen. Die in de aanbieding zijn. Deze zijn volgens mij ook van. Kijk. Deze zag ik bij iemand in een krans gezet. Ik weet niet wie die mij dat stuurde. Een van jullie die ik kijk. Maar dat leek ook echt heel gaaf. Dus ik heb een paaskrans of wat dan ook. Ja, hier heb ik dan die PTMD eieren waar nog net een setje van is. En ik denk, dat wordt echt een run door jullie. Dus ik denk, iedereen gelijke kans. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Deze in het groot en het klein. Wegens een annulering was er nog eentje over. En ik heb er wel heel veel berichtjes over gehad. Deze heb ik nog één keer aangevuld. Om mee te doen in de ziel van nu. Dit soort frames komen constant weer terug. Komen straks ook weer terug. Die doen dus nu nog even lekker mee in de sale. Ik heb heel veel, nog enkele stuks. Dus dan ga ik daarna gewoon een nieuwe voorraad bestellen. En dan is het natuurlijk weer de oude prijs. Dus dat is dat. Ja, ook nog weer mooie houders. Dan heb ik hier bijvoorbeeld de teak houten stronken. Zijn er nog enkele stuks van. Deze is ook heel leuk. Heb ik ook een DIY mee online staan. Dus valt een bloemstuk mee te vinden. Hè? Met van die houders erop. Heel leuk als je twee kleine oasetaartjes erop doet. Nou, bij elk seizoen leuk. Nu ook leuk met een paar eitjes. Dit soort frames. Die waren normaal heel prijzig. Zijn nu echt heel goedkoop. Heel leuk met ook drie. Als je zo'n setje kaarsen hebt, zit er volgens mij drie in. Dan ben je gelijk klaar. Nou, deze heb ik al natuurlijk ook een leuk idee meegegeven. Ze hadden net weer een andere. En die liet ik dan net ook weer zien in een ander soort. Dan, mocht je met de kerst workshops geven, dan is dit een toppertje. Normaal zijn deze namelijk echt 3,50 per stuk of zo. En ze gaan nu met een doosje van 12 stuks. Kijk, deze mooie ballen. Ja, dan heb je ruimte om het op te slaan. Dan is dat zeker interessant voor jou. Ze gaan dus in een doosje van 12. Dus geef je workshops of ja, doe je daar veel meer. Dan zou ik zeggen, deze bij. Dan ja, deze bloemenvaasjes. Die altijd handig zijn op een dienblad of iets. Nou ja, altijd handig. Tijdloos. Kan het hele jaar door. Dit bloemstuk frame is er nog eentje van. Is ook heel mooi. Deze is ook leuk. Is ook leuk op een dienblad. Kan ik nog wel even aan jullie straks laten zien. Om het leuks mee te doen. En hier is ook leuk om gewoon een bloemstukje in te maken. Hè? Dus daar kan je ook weer verschillende kanten mee op. Dan heb ik nog gekopen gewaxte dennenappels in verschillende kleuren. Ja, ook altijd mooi. En dit vind ik eigenlijk, dus, nou ja, dit is groen, hè. Dit is zo'n fris kleurtje. Dat het eigenlijk het hele jaar door gewoon kan. Alleen ja, dennenappels natuurlijk al gauw aan herfst, kerst. Maar het is ook maar net hoe je het soms gebruikt. Deze zijn ook echt heel tof. Deze heb ik toen eigenlijk gekocht voor mezelf. Ja, die heb ik ook in huis staan. Maar ik heb er nog een paar extra toen gekocht voor de webshop. En die zijn normaal echt heel prijzig. Dus zijn nu echt een koopje. Maar wel echt heel erg leuk. Met een kaas erin. Net even anders dan anders. Het is van glas. Dus
Ja, die vind ik heel leuk. Deze vind ik ook leuk. En wat ik hier leuk aan vind, is doe je een kaarsje in. Een beetje mos, pakkwatte uitjes of een bolletje. En je hebt een heel leuk klein bloemstukje. Dus mocht jij een keer voor iemand een klein bloemstukje willen maken, een aardigheidje. Zijn dit leuke ondergronden? Ik heb ze verschillende kleuren. Terracotta, zwart en wit. Ik heb ook leuke zetjes met natuurlijke kaarsen. Nou, die zijn er natuurlijk ook leuk in. Er zijn er ook nog wat van. Dus die staan nu ook online in de ziel. Dan heb ik weer een mooie van PTMD. En dit zijn echt hele toffe kaarsen. Ook leuk met bijvoorbeeld een bosje tulpjes erin. Kijk hoe tof. Dan neem ik jullie nog even weer mee naar binnen om wat inspiratie te geven. En ja, dan hebben jullie denk ik genoeg om te shoppen. Er staat nog wel veel meer online, maar ja, het is gewoon zoveel. Je kan het in ieder geval shoppen via www.uonlinebemis.nl onder sale. En dan ga ik nu nog wat andere leuke ideetjes laten zien. Dit dienblad is het bijvoorbeeld ook heel leuk om deze te vervangen voor een zwart. Als je hem ergens wat hoger neerzet. Voor bijvoorbeeld zo'n zwart kaarsenhouder. Dat je kan eens decoreren. Met één hand. Nu door mij. En dan heb je ook weer een heel tof dienblad. En helemaal als je hem ergens op een hoge kast of zo zet, is dat heel leuk. Ja, dit zijn ook mooie glaasjes. Die heb ik zelf ook in huis. Heel erg leuk. En deze vind ik ook echt gewoon prachtig. Ook heel mooi als vaccine. En zoals ik dit idee heb gedaan met die bolletjes, dat kan je ook leuk in dit frame doen. Kijk, en als je dat dan allemaal erin hangt, dan krijg je een heel leuk effect. En dat is zo leuk aan het frame, omdat hij dan zo loopt. Ja, die nasjes zijn natuurlijk ook heel vrolijk erin. Maar kijk, daar kan je ook allerlei dingetjes zo in hangen. En wat ook leuk is, is om Craspedia bijvoorbeeld te gebruiken. En die op de kop te weten tussen. Of toch weer die katjes, die gekleurde katjes. Die leuk. Dit frame die ik echt fantastisch vind. Het is nieuw binnen. Hè? Helemaal gebonden met bonsai. En dat is natuurlijk heel erg leuk om allerlei dingen op te plakken. Op te lijmen. Met bolletjes te gaan werken. Om die erop te bevestigen. Ja, je kan er alle kanten mee op. Eigenlijk ook een beetje met dezelfde materialen die ik nu heb gebruikt. Dus zo kan je ermee aan de slag. Ik hoop dat ik jullie hier heel veel inspiratie mee heb kunnen geven. Het is nog lang niet alles van wat er in de webshop op de sale, in de sale is. In de sale staat. Ik kom al niet met mijn woorden. Dus ik zou zeggen, ga gewoon gezellig kijken. Ja, ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Vond je het leuk om te zien wat je met zulke veel leuke dingen kan doen? Laat hieronder weten. En doe een duimpje omhoog. En dan wens ik je heel veel shopplezier. Laat me ook weten als je wat leuks hebt geshopt. En laat me vooral zien wat je ermee hebt gemaakt. Vind ik heel erg leuk om te zien. Ik krijg de laatste tijd heel veel mooie bloemstukken toegestuurd. Ja, dat jullie daar zo blij mee zijn. Dus vind ik heel leuk om te lezen. Ik lees alles. Ik reageer bijna overal op. En soms wat later. Maar ja, dat wou ik even gezegd hebben. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En zie je mij de volgende keer weer. Doeg!